Zou het lukken, denk je erop? Het is hoog hoor. Nou, dat gaat nooit lukken, man. En als je hem scheef zet. Nee, kom je nooit op. Als ik erop op mijn knie nog ga. Zo. Ja. Even kijken. Even liggen dan. Kom niet op jou, nee. Ga maar liggen als je wil. Shit. Kom niet eens op jou, man. Ja, zo wel. Nee, kom je niet op, man. Als ik nu ga opstaan, man. Kan niet. Kijk maar, probeer jij maar eens, ik ga wel liggen. We hebben ze niet handig gedaan met die tent, man. Waarom? Ja, meerdere. Godverdomme, waarom? Waarom doen ze dat nu dan? Ja, weet ik veel. Die krijg je ook nooit meer weg. Kan je niet, als je hem kapot maakt, verdwijnt hij ook niet, hè? Is hij alleen ruïnd. Ja. Godverdomme. Lukt het niet? Nee, man. Wacht, ik stuur even een kleine Pietie. Jij hebt ook geen bijl bij of zo, hè? Nee. Dan zetten we hier even een klein wachttorentje neer en dan flikken we er overheen. Ja, waar ben je? Heb jij touw wel bij of iets? Of ook niet? Hè? Heb jij touw bij je? Waarom? Nou, ik wil een wachttoren daar gaan bouwen, man. Dat we er overheen kunnen. Dat misschien? Ah, zat er wel inderdaad touw, man. Maar moeten we eigenlijk ook een bijl hebben, want we moeten wel bomen gaan kappen. Voor hout. En een schep en zo oh, heb je nodig. Niets, Ik denk dat het niet niks wordt. Want dan moet je een schep alles. Maar ja, dan kunnen we, kan ik even zoeken, hè. Ik ga even het dorp in. Ik ga even kijken of ik wat spullen kan verzamelen om... om er een wachttoren naast te zetten, man. Maar jij ging kort spelen, zei je. Het duurt wel even voordat die wachttoren er staat, denk ik. Ja, maar... Dan nog, je moet overal overheen. Er zit nog meer tent achter, hè? Ja. Maar je weet niet als je op één tent staat of je op die andere kan springen, hè? Kunnen we nog meer gaan doen?
Ja, andere base. Ik weet nou een base in de buurt. Jij ook toch? Ja, waar ik gisteren was, ja. Potschieten zich, Chris. Dat kan wel. Ja, maar dan is hij ruined. Dan kan je er niet in, toch? Of verdwijnt hij als hij helemaal kapot is? Als hij ruined is en je gaat door met schieten. Volgens mij dat. Dan kunnen we proberen. Ja, man. Zo'n kool hebben we niet bij ons. Ik kan niet elke keer in en weer lopen. Nee. Ik ben nog steeds aan het zoeken naar een bijl en een schep, man. En touw. Dus ik zo'n watchtower kit kan maken. Bij die andere base ook gekeken. Ja, wil je dat doen? Ja, waar ben je? Ik zit in die stad, man. In de stad, man. Ja, ik was aan het zoeken naar gereedschap. Welke weg? Oké, moet ik naar jou komen of kom je naar mij? Ja, ik waar jij bent. Dus. Waar jij vandaan kwam rijden, zeg maar. Over die, als je over die weg rijdt, ik loop langs die weg. Ja, ik ben net terug. Aan het rijden. Ja. Okay. Ik hoor je nog niet rijden, man. Ik heb geen eens een mes, volgens mij. Oh jawel, ik heb een bajonet. Niet, hè? Nee, ik hoor jou nog steeds niet, man. Waar zit je van de bezig? Nou, waar jij vandaan kwam rijden net. Ja, maar hoe ver zit je er vanaf? Van die beest? Ver. Oh, wacht even, dan moet ik die spelen door nog, denk ik. Ja, maar ik ben aan het proberen touw te maken, man. Ja, man. Nee, man. Huh? Ja, dat hoeft niet. Wat dan? Ik ga niet een heel fucking beest maken. Of ding maken om bij hem te kunnen. Hallo, hier ben ik. Hier ben ik. Want als ik... Ja, het is wel lachen als we er nog even overheen kunnen, maar... Ja, ik ga er niet op wachten, man. We hebben nog geen tijd voor. Okay. Shit. Ben je drukke dag vandaag, hè? Ja, zo'n trim. Even voorzitten. Even kijken, waar zat hij bezig hoor. Kom maar. Ah, oh, fuck, we have a mighty little bit of a problem. Oud kapotjes. Radiaat kapot. Brand. Is de radiaat kapot? Oh, de brand. Er zit een nieuwe brand achterin, toch? De radiator is ook kapot, jongen. Maken jullie alles kapot? Ik maak alles kapot. Ben je bij de base? Nee? Ja, bij die ze gereed hebben gisteren, maar ze hebben de tenten geblokkeerd, daar komen we niet meer in. Flikkers. Oh. Ja, kun je de tenten niet kapot schieten? Nou, zo komen ze niet bij me. Oké. Okay. Ben jij dan? Ja, ik sta bij onze base. Je hebt net de auto kapot gesloten, dus die spant opnieuw. Oké. Okay. Ik wou eigenlijk met mijn subaccount terug naar de base. Want ik ga toch proberen van de week. Van de week is die wipe. Ja. En dan wil ik toch proberen of ik een C-chest vast kan houden met allemaal spullen erin. Desnoods bij allemaal magazijn of kogels, weet ik het.
Want er staat niks in die Discord dat de persoon ook gewiped worden. Ja. Ik denk, ja, als die dan die C-chest vasthoudt, dan wordt hij niet gewiped. Nee. Dus hebben we sowieso nog ammo en heel de tering zo achter de hand. Klopt. Dit is nog heel lang, hè? Toen nog een week. Ja, na een paar dagen, 3 mei geloof ik. Hij is open. 3 dagen, mag ik. Wanneer is de eerste dan? Het is toch vandaag de 31ste. Oh nee, 28ste. Ja, 28. Duur nog even. Die mei is vrijdag, man. Oké. Okay. Moeten lopen, Max. Wat zei je? Moeten lopen. Ja. Maar ik heb een Tundra uit die auto gehaald. Die neem ik wel mee, hoor. Laat ze Tundra. Dus er liggen nog kogels in voor Tundra. Oké, okay, ja, maar ik heb geen eens plek om dat ding in mijn tas te stoppen, dus. Nee. Ik ben nu nee, aan het eten om die ammo mee te kunnen nemen en dergelijke. En nee, wat? Hm? En nee, wat? Waar zitten jullie dan? Van die Joosburg. Die valt weg. Oh, die masturbators. Ja. Wat was het ook alweer? Bij het club... Toppelin. Toppelin. We zijn gisteren vannacht nog bezig was. Ja. En moest hij nog een paar deuren en dan man zo wat Chris Wekker, die gaat met de admin toe. Die ene admin die zit nog in die beestje, maar die moest ze helpen en die heeft de deur los gedaan en heeft iedereen erin gelaten. Oké. Okay. Nee, godverdomme, zijn we daar toch wel alle 4 bezig geweest. Ja. Oh nee, wacht even, mijn andere account die ligt daar. Wacht. Mijn andere account die ligt daar. Als ik nou eens even naar deze party ga en ik doe even naar andere dingen uitnodigen, dan kom ik zo terug met mijn andere account. Ik ben zo terug. Even kijken, Mike. Wat dan? Nou, weet ik wel. Misschien ligt mijn loot of zo. Nee. Waar wil je kijken dan? Hoe is het? Bij het kamp. Ik wil niet. Ik sluit dit. Een goede taak. Ja, maar ze zijn niet, hè? Nee, die tenten zijn ervoor gezet, dus die komen niet meer, ja. En we hebben niet zoveel nodig om dat allemaal kapot te schieten. Krijg je niet veel, Michael, van? Nee. Ja. Ik heb niet zo wel. Ik ben wel alleen geweest. Wat zei je?
Ben je al overal in geweest? Nou, ik ben aan het zoeken, ja. Hier ligt nog een SC5. Een Bison ligt hier wel. Ja, SC5. Ik heb niet meer zoveel plekken, dus ik moet echt kiezen wat ik meeneem en wat niet. En hier zo ligt nog een Bison Mac ook. Met 63. Lekker man. Wil je dat? Wil je het? Ik ken niets. Oh ja. Heel hoog door, hè? Ja, die daar zijn tenten ervoor. Ja, bij die rood-witte toren in de buurt bedoel je. Oh. Maar ik ben op de weg, hoor jij. Wat ga je doen, Jerry? Wat zei je? Ja, op de weg. Oké, maar ik wil die Bison eigenlijk eens meenemen, man. Ja, dan moet je wapen vallen en die weer pakken. Ja, ik heb wel wat gedaan. Wacht even, hoor. Oh, hier zit ook al magazijnen in, dus dan heb ik twee magazijnen voor dat ding. Wow, was jij het? Ja. Dat is eng, man, wat je allemaal doet. Ja, ik vind het raar dat er geen zombies zijn. Oh, wat is dit broertje, jongen, Adi. Yo. Wat is er? Ik kom. Wacht. Wie dan? Huh? Wees in. Wacht dat jij er bent. Ja, ik kom eraan. Ik moet even die magazijn meenemen, dat vind ik wel fijn. Zo, ik ben er. Spelen. Dat is niet zo eng anders. Yo. Hallo. Wat? Ja, die beest nu zit, man. Hier, die kan dat brengen. Ik kan wel indenken dat je op een officiële server veel meer... moeilijk is ofzo. Uitdagende. Hm? Nee, je hebt natuurlijk niet infinite rennen, je hebt minder zooi, je begint met niks. Hier. Nee. Oei. Allemaal maar ziek worden. Op de keuze, Mike. Ja, ik was al naartoe aan het lopen, maar we gingen toch naar een base. Ah, dat is op die kant op. Wat vind jij dan, Pieter, dat we die beest moeten houden of niet? Alsof we niet aan de bak te moeten. Ja, ik vind dat als je zo vier aan de bak hebt, dan heb je veel meer openheid. Dan kun je veel beter defenden. Dat zie je al, wat wij doen zijn nu elke keer. Het is best lastig om die lui te pakken, omdat die lui die hebben zoveel ruimte eromheen. En wij zitten daar echt helemaal dicht bij bos. En die muren die zijn laag. Dus ja, ik had zoiets van al. Oké. Iedereen, maar niemand komt erin.
een scout bij hem volgens mij, die laatste die schot. Een apart koppeltje. Ben je man? Ik leg ook netjes zo zo wel. Hoi. Oh, ik was gemute. Nou, volgens mij ligt er ook niet heel veel, nee. BDU jacket, heb je Roen, heb je kapotte jas of iets? Oh ja, en dan kan we met. Een combat backpack, dat is wel fijn. Die is 63 toch? Of is dat een andere weer? Kijk even. Ja, 63 back heb ik nu, man. Oh, lekker. Oh, check dat, Mike. Ja, Lupina is waar wij... wat dan? Dat het base was. Lupina is waar wij die base inderdaad net aan het aanvallen waren. Hier ligt camo net, Jerry? Wat zei je? Maar hebben we die niet meer nodig, toch? De pina. Moet je rechtdoor volgens mij, dan komen we bij die base. Waar jij hebt. Ik zit nog steeds op die helikopter, man. Wat vind je van mijn hoed? Ja. Ja, hier rechts volgens mij, bij die toren, lange toren aan de rechterkant. Dit. Ja, is dat een beest, ja? Misschien een beest. Wel in die buurt, toch? Maar daar komen we toch vandaan? Ja, maar die zat ook heel dichtbij, want we vergissen ons toch elke keer? Ja. Als je van die span loopt, kom je langs een beest, toch? Kijk, wel even waar je vijf. Ain't no sunshine where you gone? Onder de toer, man. Zegt u? Reweniki, Utah, onder Utah. Wacht even. Utah, die kant op. Kom. Naar links, man. Waar we net vandaan kwamen, daar moest je toe zijn. Ja. Is dat toen? Gereden en die andere beetje gereden, was dat net de Chilipina. Is ja, Jerry, ik zie jou niet meer, man. Ben je wel aan het rennen die kant? Ja. Waar dan? Ik sta met heel veld. Ik ben teruggegaan, hè? Teruggelopen. Ja? Goede keer, hè? We moeten toch naar... wat zei je nou net? Naar Huta. Huta, ja. Nou, dan zie ik je daar. Hoor je me? Ja, ik hoor de suppress shots. Die plaats waar... Waar ik in veld heb gezet, dus heb ik één barrel vol met de grenade launcher en 20 box launcher, die had ik vanochtend besteld toen wat aanval had. Weet niet. Ik ook.
uit. In de Utah zit het. Ja? Oké, okay, ja. Zullen we nog even een bakje zetten? Ja, wacht. Yes, yes. Zit er nog een, nee? Helemaal niet. Heb je de code van die deur ook dan, Jerry? Ja wel, man. Huh? Van die base? Wat is er? Heb je van... Oh. Nee, jullie was een plan. Maar ja. Laat ik door. Maar ik bedoel of je die code ook hebt, man. Welle? Of je die code ook hebt van de base. Hé, hey, ik kom jou tegen ineens. Nee. Ik loop achter heel erg. Hey. Hallo. Walking on sunshine. Ja. Die kleur lekker, man. Moet hem zo zetten voor mij. Ik heb toch niks te doen. Ik ook wel eens niet. Ik zie volgens mij een beest. De bomen door. Ik zie geen beest. Ja, ik zie hem. Oh ja. Wel. Klein torentje zie ik, ja. Heb je praten tegen mij? Jij hier praten tegen mij? Asshole. Wauw. Jij komt hier. Die gasten hebben goed gebouwd, man. Tjonge. Deze. En die andere. Deze niet. Een babybeest dit of wat? Nee, maar dit beestje bedoel ik nou. Gewoon vierkant bak omheen weer. Allemaal lekker relaxed. Ik had het veel beter Defender. Ja. Dat is waarheid, hè? Ja, en dat is het. Oh, deze hebben ze ook gereed, man. Kijk. Maar dit is exact dezelfde bak als die we net, waar we gisteravond waren. Exact hetzelfde. Oh, we kunnen gewoon naar binnen ook. Ja. Gezelligheid. Maar hebben ze wel de koffie gezet voor ons, want anders dan word ik er niet vrolijk van. Ja. Ja, nou ja, die vlag die is nu wel van ons natuurlijk. Nou, hup. Dat is het, ik doe mijn racen, dat moet niet. Ja, oh ja, kijk uit van mijne. Volgens mij was het toch? Zegt u? Oh, die zijn al lang leeg, toch? Spelen we niet meer, of? Deze wil ik hebben, man. Ik ga gewoon eigen base claimen rijden, man. Doe me maar mooi op. Dat ga ik doen. Jerry, wacht even. Je krijgt de kippenarmband, jongen. Ja, ik heb er geen hand op. Ik ben die vlag aan het kapot snijden. Ja, dit is voor mijn... Ja. Hier, Jerry, pak maar. Alleen nog. Ja. Hey, joh. Met de kip op je arm. Kijk dan wat de wiet hier ligt, joh. Pill is Mike. Ja. Dat bedoel ik. Hey. Maar Jerry, kijk eens wat de wiet hier ligt, joh. Ja, ik zie het. Ik was er niet.
Ja. En 32 stuks. Hier liggen allemaal haar kleding. Oh, die is echt nog niet leeg dit, hè? Nee. Misschien denk je over een andere dan. Nee, dit is toch wel die... Deze is al heel lang open, hoor. Ja, maar dus er ligt nog troep in genoeg. Ah. Hier. Allemaal spullen om te bouwen, tenten. Alles ligt hier. Veel gebouwen hier. Ja, maar ja, het is met de wijp toch weg, man. Zonde eigenlijk. Jullie shirt. Zij je? Jullie shirt. Zelf kijken voor. En een kerel. En de Huta. Bij Huta, ja. Nu, ja. Naast die drie knol en drie Nikki. Onder Huta. Nou, als je het wil weten waar het is, kom op het vuurwerk af. Heb je nog een aansteker, Jerry? Je had toch een aansteker op zak of niet? Ja. Oh, ja, ik heb hier ook een. Hey, heb je mijn vuurwerk gepakt? Oh nee. Ja. Vuurwerk staat aan, dan weet je waar het is. Als je straks nog één nodig hebt, dan gooi ik er nog één aan. Nou, ze hebben hier wolfsteek zitten en die zijn op pristine. Dus heel lang kan het niet zijn dat ze hier weg zijn. Allemaal pristine wolfsteeks en vet. Zien, Mike, want ik ben hier al geweest namelijk. Je wil laten zien? Ja, maar waar lag al die kleding in? Deze. Die hier liggen heel veel wapens en magazijnen. Kom. Beste tweede, ja. Ja. Mike, check dit dan. Ook veel bij naar beneden, joh. Oh ja, allemaal suppressors en al. Je hebt ook heel veel kogels en wapens. Umbra's, zeg maar, wat je wil. Malsum. Oh, lekker man. Waar wij nu zitten niet. Oh. Dat is intens. Of niet? Intens. Oh, hij staat al op de map. Ja. Oh ja, er zit hier echt veel zooi, hè. Kunnen we even claimen? Nou, de vlag is al weg, dus alles gaat verdwijnen snel. Moet ik een nieuwe vlagje ophangen anders? Dan blijft het nog even. Er ligt nog een vlagje bij ook. Ja? Weinig M4 ammo of niet? Ah, dat heb ik allemaal al gehad. Ja. Wat? Ja, dat wil ik wel. Hier liggen zoveel wapens, jong. Oh. Hey, heb jij ergens gezien waar zo'n pack zit voor op je plate carrier? Heb je dat ergens gezien? In de kledingtent bij de August? In die kledingtent, oké. Okay. Ik ga even kijken. Ik heb ook weer een Desert Eagle. Haha.
Alleen geen magazijn erin, geloof ik. Nou, hij is leeg. Ja, maar ja, daar komen ze. Dat mag toch? Armor to the teeth. Arm to the teeth. Niet ja. We zijn ook met z'n tweeën, dus als één iemand komt en er schiet eentje kapot, dan is hij zelf ook kapot, dus. Nou, nieuw vlaggetje zit erop. Welke? Ik heb een nieuw vlaggetje opgehangen, dan blijft het in ieder geval goed hier. Maar waar is nou die armor, zei je, waar die kleding en zo? Nee, van de tenten. Oh ja, ik zie het al. Echt veel zooi ligt hier, joh. Niet normaal. Ik vind het mooi, ik vind het helemaal mooi, hè? Helemaal mooi. Vind jij ook mooi, helemaal mooi? Nee. Oh ja, hij is in één keer weg. Die meneer is in één keer weg. Ja, hij is ook helemaal offline volgens mij. Oh, hij stuurt al bericht, zijn PlayStation viel uit. Zou hij zo weer terugkomen? Ja, we. Jawe. Ja, klopt. In een open veld, man. Moet ik hem even uitnodigen voor de party of zo? Zou ik jou even toevoegen aan dus op dit account? Dan zie je ook namen en zo, hè? Maar dan moet je het toch hechter doen, dan zie je het beter ook wanneer mensen online komen en zo, hè? Heb ik gedaan, ja? Ja, dat is heel hard. Wij zijn nu in één keer heel hechte vrienden, hè? Freaky Willy en ik. Echt heel hecht, gewoon. Niet normaal, gewoon. Zo hecht. Maar wat was er met je PlayStation gebeurd dan? Ja, die viel uit. Zomaar.
Ik moet gebeurt schuur. Als je een rood flare ziet. Als je een rood flare ziet, dan weet je dat je in de buurt bent, man. Bij het dit. Bij ons? Ik heb een rood flare voor omgegooid. Echt een vriend, hè? Ja, 74. Had jij nog ergens pistolsuppressors gezien anders? Ja, die zit ook beneden in mijn tenten. Okay. Ja, zie je de rood flare? Oké, want de achterkant heeft rood flare, dat is de achterkant. Ik dacht dat jij van die kant kwam. Het begint wel een beetje donker te worden, hè, eigenlijk. Ik ben heel angstig in donker, Rick. Normaal niet, alleen in deze. Ja, vooral in die hele visits. Ja. 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 We hebben echt heel goed doen. Bij 45 minuten. Niet schießen, niet schießen. Ik ben friendly. Ik ben een vriend, ja. Ja, dat was ik. Ik heb het niet gewoest. In de bak, nu neem ik je. Echt een ei? Het staat er echt op, hè? Deze? Ja, hier, deze toch moet even kijken, Mike. Misschien nog wel wat voor jou. Je hebt een bison, toch? Ja. Ik zoek eerst pistol suppressor, man. Eigenlijk. Op, ja. Mike, die zit in een tent beneden, zat die jongen. Ja, maar ik heb het al. Ik heb het al gevonden. Dit komt goed. Alleen nog weer. Ik heb het al. Ik heb het al, man. Komt goed. Ik heb gewoon een andere pistooltje gepakt. Wat? Ja? Ik heb net vision, ja. Ik heb hem alleen nog niet aan. Het is hier best wel licht in die toren, man. Eigenlijk. Nee. Als je verdrietig van wordt, moet je het even zeggen. Dan praat ik wel even met je, hoor. Dat willen we niet hebben, hè. Ja, heel veel wolf meat lag daar, ja. In die ton. Bij een tent. Nee, nee, het gevonden al. Helemaal goud. Heb je al die M4 ammo gepikt anders? Nee. Jerry heeft wel gepakt, denk ik, alles. Ja, dat is al een week of twee geleden toen ik hier was. Oh. Dus toen staat niemand is hier. Ik ben hier al 2 weken, man. Elke keer. Ja, er ligt hier echt wel troep, best wel veel troep, hè? Ja, hier nog M4. Ja. Oh. Oh,
het is weer licht. Hier zag ze toen wegrijden en toen ben ik hier ingegaan. Die ik deze gereed hadden. Ik vies leeg te trekken voor ammo, man. Ik weet het niet. Mama is zo thuis, die beestje dat hem. Geen idee, Dene. Gaat de hoek. I got to. Gaat is altijd goed, hè? Blijven Dutch, hè? Dutch Legion. Is gewoon dood. Is toch altijd goed dan gratis. Ik vind het mooi. Ik vind het heel mooi. Ik dacht lege waan, maar. Hallo. Kan wel even. Ik doe niet alles, jongen. Ik weet niet of je goede kleding aan hebt, maar. Je kan een aardige box in het spelletje, hoor. Een pijlen, man. Heb je granaat in die pan gedaan toevallig? Dat is wel jammer. Dat hebben we gisteren gedaan. Boom! Ik ga even ook eten koken. Ik gooi er vet in. Ja. Hey, je hebt een PDU-pak in man. Klaar. Dat was gisteren ook wel grappig. Wij gingen daar gewoon die... In de POX gingen wij gewoon alles daar kapot maken alsnog. En dan dachten we, ja, we hebben straks toch een nieuwe ammo nodig. Dus boeien. Soms ben je te bang, hè? Soms. Ik heb gisteren wel gelachen, hoor. Ja, was wel leuk. Ja. Ik heb het nog niet eens aangehad, joh. Niet op mij, hè? Wie heeft er nou een smoker niet gegooid aan? Ja. Au, au. Mijn oogballen. Oh fuck, ik schrok me helemaal op kantjes. Wat was dat dan? Een ontploffing ergens. Ja? Ja, maar daar kan je ook pijn van krijgen, hè? Een flash. Je kan niet meer mee doodmaken, toch? Als hij al laag is. Ik heb wel een beetje pijn. Ik gooi hem in de lucht, maar ik heb wel een beetje pijn van.
Nou, ik zeg deze even klein nog. Emma? Zet ze voor de mijn tolly vrij? Of tolly? Die andere heb niet. Best heftig, hè, dit allemaal. Deze zit wel mooi midden in de map, hè. Dat is wel mooi. Ja, maar iedereen komt daar ook snel, dus heb je meer gevecht misschien. Maakt niet uit, jongen. Dat is juist leuk, juist. Dat bedoel ik, dat is alleen maar positief, hè. Systeem. Ja, ik heb helemaal geen plek meer voor andere spullen, joh. Ik zit helemaal vol. Word je bijna verdrietig van, zo vol. Huh? Dan heb je je settings niet goed staan, dat kan niet anders. Want ik zie het hier gewoon heel licht, hoor. Zie je die kip opgangen nog? Kip. Ja, of je bent gebukt of iets. Kan alle twee zijn, maar... je speelt ook op PlayStation 5 in MK? Nee, dan is het misschien PlayStation HDR settings. Heb je 4K HDR? Ja, dat is HDR dan ook waarschijnlijk. Dan is die settings niet goed gezet van je PlayStation zelf. Want die HDR settings is per tv moet je dat anders instellen. Dat is... Maar je kan... Oh, je hebt een zonnebril op. Dat is het, man. Pleur die zonnebril dan gewoon af. Zie? Oh, en als je nou... als je bij options... Video... Oh nee, video kan je alleen maar... V-sync. Is dit nou weer voor geks? I keep seeing you. Game. Jawel, HUD. Oh nee, dat is HUD. Huh? Ja. Dan moet je naar HDR settings als dat kan. Heb je zwaar, weet je? Ja, anders gaat je tv iedere keer knipperen van als je een PlayStation 4 spel aangooit. Goed. En dan doe je die witte settings, die doe je dat het net zichtbaar is. Dus de eerste wanneer het zichtbaar is. En de zwarte zet je op zijn laagst. Bij HDR.